We zitten hier aan de tafel bij Christian Schalken. En Christian heeft een heel avontuur meegemaakt met een aantal maten van hem. Gezellig, we zitten hier met 6 mannen. Misschien kun jij je even voorstellen. Ik ben Christian Schalken. Ik ben Conor Schalken, de zoon van Christian. Ik ben Jan Baks. Ik ben Mark Wagenaars. Ik ben Ruud van Dijk. En ik ben Frans van Pas. En jullie hebben een berg beklommen in Nepal, de Mera Peak, als ik het goed zeg. Ruud, wanneer zijn jullie geweest? In de maand mei, de Padra in april. Oké, dus een week of 3. Ja. En jullie zijn er met z'n 6 naartoe gegaan. Frans, was het daar zomer? Want die berg ligt in Nepal. Die ligt in Nepal, ja. Maar ook aan het noordelijke halfrond. Ja. Dus het is daar ook, zoals het hier, lente is gewoon. Dus ja, de temperaturen waren al aangenaam. En wat is aangenaam? Een graad of 20? In Kathmandu was het al tussen de 20 en de 30 graden. Oké. Daar zijn jullie ook geland? Daar zijn we geland, ja. En ja. Toen begon het echte avontuur? We zijn daar een paar dagen gebleven, om wat spullen in te kopen. Daarna zijn we doorgevlogen naar Lukla. Of konden jullie meteen jullie tocht beginnen maken? We hebben een dag of 3 in Kathmandu doorgebracht. Mm-hmm. En daarna zijn we met een binnenlandse vlucht naar Lukla gegaan. En dat was ook een aantal uur nog vliegen? Of, Ik denk ongeveer een uurtje vliegen naar een heel klein baantje, heel kort baantje, ongeveer 2800 meter in de Himalaya. Zo, prachtig. En waarom nou die berg, Christian? Ja, nou, we hebben als groep besloten om zo één keer in de 3-4 jaar een extreme wandeltocht te doen. Wij gaan jaarlijks met een aantal mensen naar de Alpen. En eens in de 3-4 jaar een extremere tocht. Dit jaar is dat de Alpen, of de... in Nepal gebeurd geweest. Ja, waarom? Ja, een uitdaging om te proberen zo hoog mogelijk te kunnen komen. Okay. Ja. Dat is eigenlijk de voornaamste uitdaging. Een stukje cultuursnuiven uiteraard. Maar vooral proberen zo extreem mogelijk, zo hoog mogelijk. Dat is het doel. Conor, want hoe hoog was die berg? 6497 meter ongeveer. Ik kan even kijken of het hier op de permit misschien nog precies in staat. Hier staat 6654, maar er zijn eigenlijk over het algemeen verschillende hoogtes bekend. Dus het ligt er maar net aan wie hem gemeten heeft, op welke plek. En zelfs met Mount Everest, daar zijn ze ook nog steeds niet over uit hoe hoog die nou precies is. Maar in ieder geval een aanzienlijke hoogte. Goh, ja. Een uitdaging. Een behoorlijke uitdaging, oh, ja. Jee. Absoluut. Hé hey Jan, ik vraag me ook af, maar dat is mijn ding. Zou het niet een beetje een midlife ding zijn? Dat jullie in één keer met zo'n stel van die stoere mannen zo extreem zo'n berg gaan beklimmen? Dat zou je kunnen denken, maar ik denk dat het vooral ook komt omdat wij allemaal redelijk sportief zijn in het normale leven al. Mm-hmm. Dus we zijn allemaal hardlopers, ook bij Marvel. Yeah. En dit is eigenlijk iets wat een overtreffende trap is naast dat hardlopen. Yeah. Je kunt... eigenlijk gebruik maken van de ervaring en van de energie die je al opgebouwd hebt tijdens het hardlopen, om ook in die bergen nog los te gaan. Ja. En dat merken we allemaal dat het echt een extra uitdaging is en een extra toevoeging is aan... Ja, want je zult wel merken als je een goede conditie hebt dat je natuurlijk ook meer kunt. Ja. Dus dat scheelt wel. Maar hebben jullie allemaal een goede conditie? Zijn jullie allemaal van die Mark ook? Dat weet ik. Maar Frans, jij? Nou, ik heb denk ik wel een goede conditie. Misschien niet zo goed als deze heren. Maar ja, ik heb er nog extra voor getraind. Hè, Wat doe je dan voor training daarvoor? Ja, dan ga ik naar Hoogheem. En dan ga ik met bepakking. De anderen hebben dat ook gedaan. Ach ja, wel leuk. Ja. Dan gaan we met bepakking Hoogheem beklimmen. Dus met 10 of 15 kilo in de rugzak en dan... Je hebt 20 op en neer. Goh, ja. Ruud, toen je zo die berg begon te beklimmen, je kunt jij dan wel voorbereiden en je krijgt dan wel een conditie, maar ik kan me voorstellen, het is daar zo'n ander klimaat, dat je toch wel in de problemen komt, of niet? Ja, dat vond ik wel mee, wel. Ander klimaat, maar de vochtigheid en zo, dat is best goed. Ja. En we zijn al een keer in Afrika geweest, en we zijn al een keer in Argentinië geweest. Dus. Oké, okay. Nu zijn we al wat gewend. Ja, ja. Mm-hmm. En we zijn al een aantal jaren in Italië geweest, naar Oostenrijk en Zwitserland. Mm-hmm.
Ja, want Mark, net zoals bijvoorbeeld de wielrenners, die trainen toch allemaal heel hoog voor die... Wat is dat ook weer? Die rode bloedlichaampjes extra. Om meer zuurstof in het bloed te krijgen, heb je daar ook iets voor gedaan? Of? Ja, dat doe je daar eigenlijk vanzelf. Als je heel langzaam naar hoogte gaat, dan bent je lichaam heel langzaam aan de hoogte. Dus dat is eigenlijk het acclimatiseren. Oh ja, natuurlijk. Dus niet te snel, te hoog, maar gewoon heel geleidelijk opbouwen. Ja, en dat is het voordeel als je wandelt, dan ga je natuurlijk niet zo snel. Dus dat lijf kan makkelijker. Sowieso ga je niet hardlopen daar naar boven, maar je kunt ook vrij snel in hoogte winnen. En je kunt het gewoon zoals wij doen, heel geleidelijk. Ja. Op zo'n hoogte kun je natuurlijk ook niet goed trainen. Omdat je lichaam op die hoogte eigenlijk niet goed kan leven. Dus je kunt niet zeggen van nou ik ga 4 maanden van het jaar proberen op 6.500 meter hoogte te zitten. Want dan kom ik bij wijze van spreken over een paar maanden wel de Mount Everest op. Op die hoogte zeg maar, is er in principe zo weinig zuurstof dat je lichaam ook wel wat meer moeite heeft zeg maar, met leven. Op die hoogte is leven ook geen Nepalezen meer bijvoorbeeld. Die 4.500, 5.000 zeg maar, kunnen ze nog wel leven. Maar 6.500, 7.000 meter hoog, dat is het hoogte, dus daar leeft niemand mee. Nee. Merk je dat ook, als je zo hoog komt en dat je wat duizelig gaat worden? Of? Ja, nou ja, dat kan, ja. Ja. Je merkt het sowieso, je merkt het bij elke pas die je maakt. Hoe fit je ook bent, de laatste dag na highcamp loop je 5 passen en dan sta je te puffen en te steunen. En denk je van, wat is dit, waarom kan ik maar 5 passen lopen en ben ik back af? Dat is gewoon het gebrek aan zuurstof. Ja. En, ja, slapen, s'nachts schrik je een keer wakker omdat je helemaal geen adem meer hebt. En omdat je ademhaling een keer overslaat. Dat zijn van die dingen die je op hoogte wel al merkt. Hoofdpijn. Ja, oh ja, natuurlijk. Wat druk inderdaad. Dat zijn de... Ik kan me eigenlijk nog herinneren dat we op highcamp sliepen. Dat de tent open ging en dat ze dus zuurstof in de tent spoten. Ja. En dan denk ik, wat hoor ik toch? Wat is echt zuurstof? Zuurstof, ja. Ik schrok er wel aan en denk, jezus, wat krijgen we nou toch weer? Ja. Gewoon extra zuurstof. Dat heeft dan ook een beetje een tentje hangen. Om toch maar goed te kunnen slapen. Want je hebt minder dan 50% van de zuurstof op die hoogte. Die je normaal hebt. Het is heel veel geld. Ja. In principe overleven doe je zo. Ja. Oh, jee. Maar de bedoeling is eigenlijk dat jouw bloed meer rode bloedlichaams gaat vormen. Omdat zodat je meer zuurstof hebt. Ja, dat is het. Je lucht is ijler, dus er zit minder zuurstof in de lucht. Dus als je meer rode bloedlichaams hebt, kun je meer... Ja. Met minder toe. En dat gebeurt eigenlijk door het acclimatisatieproces, ja. Wat je dus zelf in Nepal doet. Hè. Naar boven en weer een stukje naar beneden, slapen. Naar boven, een stukje naar beneden en slapen. Vandaar toen we ook aankwamen, 3 dagen acclimatisering in Kathmandu, om een beetje aan de hoogte te wennen. Ja. En dan langzaam omhoog, weer een stukje terug, weer omhoog. En op die manier bouw je dat op. Het is eigenlijk hetzelfde als duiken, hè? Ja. Je moet ook even blijven hangen voordat je weer opstijgen. Ja. Dit is dan met andersom. Ja. Gewoon een uitdaging. Ik vind het wel stoer dat jullie dat hebben gedaan, maar is er dan iemand bij die jullie helpt? Want wie heeft nou dan op die zuurstof in jullie tent gespoten? Is dat dan eigenlijk een georganiseerde reis? Ja. Wij hebben contact gezocht met een bedrijf in Nepal. Oké. Via e-mail. En toen hebben we een keuze gemaakt welk bedrijfje dat we zouden doen. En die zorgt dan voor dragers en die zorgt voor gidsen. Oh. En die gidsen, ja, die kennen daar de klappen van de zweep en die weten precies wat er gaat en zelf. En de dragers, die nemen het etenspaar mee, de keuken nemen ze mee, onze bagage voor een gedeelte nemen ze mee. Oh, dat is heel zwaar. Ja, die hebben een zware taak. Die hebben een zware taak, ja. Maar ja, die zijn er helemaal die zijn er gewend. Ja. Getraind, ja. Kijk, in die leven, ook daar. Op 4000 meter, op 3.500 meter hoogte. Dus die hebben die rode bloedcel al veel meer dan dat wij het hebben, zeg maar, die zijn erop aangepast. Ja. Dus die kunnen het makkelijk. Ik wil niet zeggen dat het makkelijk is voor ze, absoluut niet, maar kunnen het wel makkelijker. Ja. Ook die werden ziek. Ja, en die dragers is ook overleden. Maar tijdens jullie reis? Ja. Niet één van ons. Niet één van ons, maar ook een andere groep. En gewoon ziek worden van de hoogte of oververmoeidheid of ja, dat weet je dan niet. Ja, combinatie waarschijnlijk, hè. Jee. Kon je het ook zien eigenlijk dan aan zo'n mensen die daar constant leven en dan zo'n dragersmark, dat ze ja, eigenlijk meer lijden, lichamelijk of zo, of zeg je van nee? Die mensen zien er sowieso vrij getekend uit, zeg maar. Dus je ziet volgens mij niet of ze extra inspanning leveren vanwege de hoogte. Kun je nog herinneren die man waarvan wij zeiden van dat die oude man nog met ons meegaat en dan uiteindelijk was 50 jaar, zoiets. Ja, dat was 50 jaar. Ze lijken allemaal stukken ouder. Ja? Dus het is eigenlijk geen gezond leefklimaat.
toch? Voor hun niet. Buiten. Zeker niet met die inspanning die ze moeten leveren. Ja. Nee. Maar het is werk. Het is werk. En daar gaat het om. Ja. En ze verdienen inkomsten. Ja. Ze verdienen er meer mee dan dat ze waarschijnlijk zouden verdienen als ze in Kathmandu tijgerbalsen proberen te verkopen. Want dat doen ze eigenlijk bijna allemaal. Ja. Dus, ja. Nou, jullie waren daar en het was dus aangenaam van temperatuur, want is daar de jaargetijden, want het is denk ik een landklimaat, Nepal. Ja, het is een landklimaat, maar de aangename temperatuur werd daar gauw minder, want hoe hoger je komt, hoe kouder dat het dan weer wordt. Op een gegeven moment loop je gewoon in de vorst en door de sneeuw. Ja, want die tocht, Ruud, is dan ook maar bepaalde jaargetijden dat je dat kunt doen? Bepaalde... Ja, zeker, want je zit ook normaal met een moesson, hè. Oh, dat is daar ook? Dat is ook nog. Oké. En dan natuurlijk de winter, dat er heel veel sneeuw en ijs ligt. Ja, dat weet ik eigenlijk niet hoe... Ja, daar hebben ze eigenlijk niet zo echt op. Nou, er zijn in periodes dat je gewoon niet naar boven kunt, maar vanwege ook vanwege de storm, dus het onvoorspelbare weer. Dit zijn eigenlijk de beste periodes, mei, en je kunt ook nog in oktober, november geloof ik, zijn ook nog... Het is niet zozeer inderdaad dat dan bij wijze van spreken te koud zou zijn, want daar kun je heel eind op kleden natuurlijk ook. Maar het is inderdaad meer dat je dan te... onvoorspelbare weersituaties hebt. Dus inderdaad, harde wind is gewoon heel gevaarlijk. Ja. Ik bedoel, kou, oké, maar harde wind, sneeuw, onweer, dat zorgt ervoor dat het onbegaanbaar wordt. Ja. En dat heb je in deze periodes inderdaad veel minder. Goh, Mark, als jullie dan zo'n stukje verder omhoog gingen, stonden daar de tenten klaar? Hadden hun er ook gezorgd? De tenten werden voor ons opgebouwd, de kooktent werd opgebouwd. Die werd prima voor ons gezorgd. Dus je hoefde ook niet te koken? Het enige wat we moesten is zelf naar boven lopen en slapen. En de rest... Ja, dat is wel heel zorg minder, hè? Als je een hele grote zorg minder werd heel goed voor ons gezorgd. Het was eigenlijk een stuk luxer dan de vorige keer in Argentinië waren. Toen hebben we alles zelf gedragen en toen hebben we ook nog zelf een tent op moeten zetten. En koken hoefde we dan niet, maar voor de rest hebben we veel gedaan. Ja. We hadden zelfs nu de luxe dat we af en toe in een houten hutje konden slapen, waar af en toe zelfs echt glas in de raam zat. Ja. Dat was echt luxe. Ja. Er liepen wel de muizen over uw gezicht. Ja, maar dat was... Over uw gezicht dan wel. Ja, en mij ook. Ja, Mark. Ik heb ook dicht meegedaan. Dus we hebben niet elke keer in de tentje geslapen. Nee, oké. Okay. Als jullie nou aan zo'n reis beginnen, want... Ja, Nepal, ja, Himalaya is toch een ontzettend mooie streek, hè? Maar hoe zoek je zo'n reis uit? Zeg je dan gewoon van, dat gaan we doen? Nou, we zoeken de berg uit. Okay. Op een gegeven moment kwam Ruud geloof ik met het idee van, is het niks om de Merapiek in Nepal te gaan doen? Nou, dan ga je eigenlijk daarop oriënteren, want het moet wel een wandelberg zijn voor ons. Hè? Ja. Wij gaan niet aan touwen hangen. Geen klimmen. Maar wel aan de touw naar boven. Ja, oké. Waarom is dat dan, met de touw naar boven, vertel eens? Een stukje veiligheid, hè? Als je op een gletsjer loopt en je hebt spleten, dan wil je niet invallen. Dus, en dan wil je aan elkaar zitten, mocht er iemand uitglijden of een misstap maken dan. Was dat gebeurd? Gelukkig niet. Is er geen ongeluk gebeurd? Nee, er is niemand in de spleet getrapt. Nee. Maar vertel verder, Christian, want ik viel jou in de reden. Ja, het moet een wandelberg zijn, dus, hè, want wij gaan dus niet te extreem. Mark zegt wel aan de touw, maar het is gewoon de gletsjer op. Hè. Wij gaan niet aan de touw omhoog. Nee. En met een tentje tegen een wand aan gaan hangen. Dat is te extreem. Dus het moet een wandelen zijn. Nou, en dan gooi je het in de groep. En dan ga je kijken, zullen we dat doen? Wie gaat er mee? En dan gaan we verder. Dan gaan we de expeditiebedrijfjes zoeken, even wat informatie opdoen hier in Nederland. En dan pikken we er een en dan gaan we e-mailen. Ja, leuk. Goed. En dan maken we, hebben we de route zelf helemaal gemaakt. We hebben ook extra rustdagen ertussenin gezet. Oh, dat is wel fijn, ja. En om eigenlijk alleen maar als doel om die top te kunnen bereiken. Ja, en het moet ook een beetje menselijk zijn, hè? Jan, het is ook een beetje vakantie. Ja, het is ook een beetje vakantie, toch? Wat zijn de eisen als iemand nou bij het clubje wilt? Of hebben jullie niet echt dat je zegt, nee, we zijn gewoon met z'n zessen en wij gaan ervoor. Maar als iemand zegt, goh, wat een uitdaging, dat wil ik ook. Nou, dat kan. Een beetje in de groep passen. Ja, gezond zijn natuurlijk. Lichamelijke conditie moet wel. En je hoeft echt niet in staat te zijn om een marathon te lopen onder de 3 uur of zo. Dat zijn maar, ik bedoel, je moet wel inderdaad lichamelijk fit zijn. Je moet niet zeggen van, oh, als we een dag hebben van 8 uur wandelen, dan haak ik af. Dat kan ik niet meer. Ja, dat zijn dingen die je tegen gaat komen op zo'n reis. Dat moet je kunnen, anders dan ga je natuurlijk de rest van de groep ook ophouden. Ja. Je moet door kunnen zetten. Ja. Je moet wel echt willen natuurlijk. Ja. Ik kan
eigenlijk, jij bent eigenlijk de puppy hier van het groepje, hè? Ja, ik ja. bedoel, hoe kom je erbij? Benjamin. Ja, hoe kom je erbij om dan met die oude rakkers zoiets te gaan doen? Hoe kom je erbij? Nou, mijn vader zit natuurlijk bij het groepje, dus ik heb natuurlijk al sinds, wanneer is jouw eerste keer geweest in de Alpen? 2005 zijn we naar de Kili gegaan, Kilimanjaro. Ja, en daarvoor heb je ook al een aantal keer Alpen. Ja, dus nou, laten we zeggen 2002, 2003 gaat hij elk jaar naar de Alpen. Nou, hè, fanatiek filmen alles, dus ik zie natuurlijk altijd die films terug. Ik ben een heel fanatiek sportman. Ik vind het heerlijk om mijn eigen lichamelijke grenzen op te zoeken. Dus ja, op een gegeven moment trok me dat natuurlijk wel. Ben er pas later mee begonnen, omdat ik in het begin nog wel bezig was met wat andere sportactiviteiten waar dit niet echt in paste, zeg maar. Maar ik ben 4 jaar geleden ondertussen voor het eerst mee geweest naar de Alpen. 3 jaar op een rij. Ja. Op een gegeven moment kwam dit ter sprake. Toen zei ik, als ik afstudeer, als ik mijn HBO-diploma haal, dan is dit mijn afstudeercadeau aan mezelf. Ja. En nou ja, dat deed ik netjes. Dus toen was de beslissing zo gemaakt. Dus, toen, hoe oud ben jij? 27. 27. Ja. Ja. En Christian, hoe was dat voor jou? Want ik zou me voor kunnen stellen, als jouw zoon meegaat, dat het toch ook wel weer een extra zorg is. Extra zo van, zorg. Ons manneke, daar moet toch niks aan komen, hè? Ja, dat klopt. Dat is ook een extra zorg. Ja. Hè, want dan, het is toch een heel gevaarlijke tocht. Er kan van alles gebeuren. En, Hebben we vooral meegemaakt op highcamp. De dag na highcamp toe, dat ging eigenlijk goed. Het is een zware tocht. Makkelijke tocht wel in de zin van niet echt gevaarlijk, maar wel gewoon heel zwaar. Zwaar. Ja. En is hij vergeten zijn petje op te zetten, dus hij heeft waarschijnlijk een zonnesteek opgelopen. Oh god, ja. En hij had koorts. Och, dus dat is ook de reden waarom ik niet mee ben gegaan met Ruud en Jan om een toppoging te doen. Ach. Dat risico vond ik te groot. Ja, dan was het niet waard. Nee. En is het goed afgelopen? Verder ook niks aan overhouden. Ja, je hebt niks aan overhouden. Nee. Dit had hij al. Ja. zo zag ik er al uit voor de rij. Ja, oké. Maar highcamp is een richel van, wat zal het zijn, misschien 20 meter breed, 25 meter breed. Ja, als het al haalt. Waarschijnlijk haalt het dan nog niet eens, dus het is een vrij smalle richel. En als je dan koorts hebt en je gaat rare dingen doen, slaapwandelen, dan kan je in één keer een paar honderd meter naar beneden vallen en dan is het afgelopen. Ja. Dat komt nooit meer uit volgens mij. Nee. Dus die dingen spoken dan wel door je kop, dus ik denk ik ga het ook niet proberen. Nee. Het was ook slecht weer en ik denk van ik hoop dat ze het dan niet halen, want dat is daar van mij wel makkelijk. Ja, zo is het ook. Dus helaas. Ja. Frans, ik begreep dat jij het eerste gebroken bent onderweg, hè? Zojuist over de acclimatiseren. Ja. En Christian vertelde al, ik had een beetje omhoog en dan weer omlaag. Ja. Maar al de tweede of de derde dag gingen we eigenlijk al vrij strak omhoog. We moesten wel meer dan 1000 meter, hoogste meters overwinnen. Dat is veel ook, hè? 1200 geloof ik. Ja. Dus dat was toch wel, dat was toch wel behoorlijk pittig. En daar had ik gewoon last van. De dag erop gingen we weer iets naar beneden, maar daarna ging het toch alweer redelijk omhoog. En dus ik ben, voor mijn gevoel zijn we te snel omhoog gegaan. Mm-hmm. Maar dat kon niet anders, want dat was een richel waar we overheen moesten. En op een gegeven moment, was het, mijn lichaam kon het gewoon niet hebben. Maar wat voel je dan? Ben je dan krijg je een beetje die hoogteziekteverschijnselen. Een beetje misselijk, hoofdpijn, erg moe. Beetje zweven. Ja, dat viel nog wel mee. Weinig eetlust. Geen kracht in de benen. Dus mijn tempo ging steeds verder omlaag. En toen had ik zoiets van, ik ga die jongens niet allemaal ophouden, want dan gaat het niet goed komen. Ook al hadden we dan daarna weer een rustdag. Ja. Ik denk, ik ga gewoon terug. Dus toen ben ik met een van de dragers, zoals we ook afgesproken hadden, weer teruggelopen naar Lugna. En dat is dan heel raar, als je dan weer naar beneden loopt. Ja. Want toen heb ik 2 dagen van 8 uur gelopen, echt. En dat was alleen maar omhoog en omlaag, weliswaar op een iets lager niveau. En dan voel je weer beren sterker. Jezus, dat is dan moeten we eigenlijk waar, teruggaan. Want zo, dat is acclimatiseren. Maar dat heb jij niet gedaan? Nee, dat heb ik niet meegedaan. Want toen waren we alweer verder door. Ja. Daar is dan ook geen tijd voor, hè? En daar was ook geen tijd voor. Nee. Maar ik kwam een groep Amerikanen tegen en die hadden dan tentjes. En die liepen niet meer dan 500 hoogte meters per dag. Maar die deden dan ook een week langer over. Ja.
En waarom hebben jullie dat eigenlijk niet gedaan? Want dan... Nou, gewoon tijdgebrek, hè. Oké. We konden met moeite al 3 weken vrijnemen. Ja. Je moet allemaal nog werken. Hé, ja, je moet allemaal nog werken. Ja, dat is ook, ja. Dus in de vakantie door. Ja. Ja, dan moet je 4 weken gaan plannen. Ja. Dan wordt het wel erg lang op weg. Ja. Maar dan was het wel iets relaxter geweest en dan had jij wel natuurlijk... Ja, dan had ik waarschijnlijk. Hoewel, ja. Je kunt nou, het nooit maar weten. Maar je weet het nooit. Nee, in Argentinië hadden we ook 4 weken. Dat is toch niet gelukt. Kijk, nee. We hadden het ook kunnen treffen dat we 3 weken stralend weer hadden gehad. Dan was waarschijnlijk het ook wel anders geweest, want we hebben nou inderdaad ook een aantal keer best wel slecht weer gehad. Eigenlijk elke dag inderdaad in de namiddag slecht, nou een pech. Ja. Even iets aan Frans. Frans, want jij bent eigenlijk fysiotherapeut, hè? Dus ik dacht dan meteen, ik denk, oh dat is makkelijk, zo'n fysiotherapeut. Hè? Als ik dan wel last heb in mijn nek en in mijn kuiten dan... Ja, daar gaan we in de vakantie mee. Gaan we daar meteen zijn we daar niet meer bezig. Of ik dacht... EHBO verzekering. Ja, dat zou ik doen. Maar EHBO is de nodig is natuurlijk wel. We hebben met tape en zo. En, maar nee, ik ben niet echt vies. Ik had genoeg aan jezelf. Ja, ja. Want hoe lossen jullie dan op? Hoe kun jij dat vertellen als er zo eens als er blessures waren? Of heeft niemand een blessure gehad bij jullie? Last van zijn nek, zijn rug of zijn kuit? Of, Niet zoveel last van. Oké, kunnen we daar overslaan? Aan de laatste keer laten we afgeven aan een draaiers, hè? Dat je eigenlijk helemaal niks draagt. Ja, maar dat lijkt me, dan zie je daar zo'n zielig oud mannetje van 35, wat jullie net zeiden. Hier! 1,60 meter. 1,60 meter, draag jij het maar. Ja. Ja. Ja, maar ja, er werd op ons hart gedrukt. Door Bishnu, dat is dan de eigenaar van de organisatie waarmee wij gereisd hebben, zeg maar. Dat we ons absoluut niet opgelaten moesten voelen voor de dragers. Okay. Want die verdienden meer dan royaal voor Nepalese standaards. Ze verdienden €10 per dag. Meer dan royaal voor Nepalese standaard. En dat die mensen echt niks liever wilden. En daar zijn we ook op een gegeven moment achter gekomen. Want toen Frans terugging, toen is er nog volgens mij best wel fel strijd geweest over welke drager er met Frans mee terug zou gaan, volgens mij. Want als ze dus niet mee omhoog zouden gaan, dan kwamen ze dus wellicht niet op de top. En als ze op de top komen, dan krijgen ze natuurlijk weer extra status. Een bonus. En een bonus, dan kunnen ze weer doorgroeien. Ja, natuurlijk. Dus er zit verdorie toch ook een heel verhaal weer achter, hè? Dus die man, ik kreeg het de jongste draag, 16 jaar oud. 16? Ja, dat was jong man. En die droeg gewoon helemaal een plunjezak, dus die droeg iets van 25 kilo was geen enkel probleem. Goh, ja. Ik hoef me helemaal niet bezwaard te worden. Ik sprak geen woord Engels. Ja, juist. Dus daar heb ik 4 dagen mee gelopen. Ook wel lekker. Even gewoon niks hoeven. Ik voelde me heel prima toen ik naar beneden ging. Ik had liever naar boven gaan. Jawel, maar je hebt wel een mooie tijd ook om de emotie en ik had daarvoor best wel een drukke periode gehad en ik vond het eigenlijk heerlijk. Ja. Dus je was niet echt teleurgesteld, het was helemaal goed zoals het was. Nee, ik heb er helemaal geen moeite mee gehad. Hé, Mark, en jij? Want jij bent eigenlijk ook nog in een piepkeukentje. Ik ben 39. Ja, nou, ik zit er tussen het kuikentje en de oude hier. Ja, je bent dan vooruit. Ja, jij bent dan de puber. Hé, waarom heb jij iets gedaan? Eigenlijk datgene wat Christian zegt, een stukje verre reis om een paar jaar. Sowieso mooi, andere cultuur. En inderdaad ook de fysieke inspanning. En ook eigenlijk mentale inspanning, want zo'n klim is niet puur een fysieke zaak, maar het is ook echt een mentale zaak. Ik denk mentaal nog veel belangrijker dan fysiek. Ja, want fysiek, tenminste ik zie al bij de marathon zo gedreven hardlopen, dan denk ik, dat was Mark, hè? Dat sterkste zijn we eigenlijk allemaal nog doen. We hebben allemaal een conditie, dus conditioneel is het voor ons eigenlijk allemaal geen probleem. Dus jij vond het meer de uitdaging en de reis? Ja, ook gewoon heel de tocht op zichzelf, ook de cultuur, zeg maar. Het is daar ook echt heel relaxed, zeg maar, als je het vergelijkt met Europa, zeg maar, in de Alpen. Dat is toch veel meer... Je gaat wel de hoogte in, het kost al heel veel moeite, maar het is toch een relaxte tocht, zeg maar. Is daar ook een, waar geloven, is dat het boeddhistisch land eigenlijk, of een hindoeïst? Meer hindoeïstisch, maar ook boeddhistische inslagen heb je ook, maar het is primair hindoeïstisch. Ja. Dus dan merk je ook aan, heel die cultuur is anders heel natuurlijk. Heel relaxed, heel rustig, zeg maar, heel gemoedelijk, heel prettig om daar in dat land te zijn. Leuk. Nou, dus de tocht, huppakee, die berg met z'n allen op en... Frans ging naar huis, die lag eruit, om het zo maar te zeggen.
Nou, hij ging niet naar huis. Nee, maar hij ging weer terug naar het basiskamp dan, hè? Eigenlijk. Zo moet ik het zien, hè? En terug naar de stad en terug naar Kathmandu. Ja, dus eerst terug naar Lukla. Ja. En van daaruit vloog ik weer terug naar Kathmandu. Oké. Okay. Oh, je bent daar niet gebleven om te wachten op hun of zo? Nee, want ja, er was niks gebleven. Nou, ik heb al een paar dagen uit nood langer moeten blijven daar, omdat de weersomstandigheden zodanig waren dat, dat ik niet kon vliegen. Oké, okay, ja. Dus ik heb er 2 of 3 dagen extra moeten wachten nog. Goh. Voordat ik terug kon naar Kathmandu. Ja. En daar hebben jullie elkaar natuurlijk allemaal weer getroffen. Ja. Ja. Dus daar heb ik zelf nog een trekking voor mezelf nog georganiseerd. Dus ik ben nog een dag of 3 in mijn eentje met een gids gaan lopen. Leuk. En ondertussen waren ze terug. Ja, leuk. Ja. Jan, jullie gingen verder toen. Ja. Frans was weg en jullie zijn verder gegaan. En vertel daar eens iets over. Ja, toen hebben we verschillende etappes nog gehad voordat we dus eigenlijk op het high camp kwamen. En het high camp is waar Colin eigenlijk toen ziek werd, of niet? Ja, ja. Okay. Het high camp is eigenlijk het laatste kamp voordat je de top naar de top gaat. Waar je de toppoging gaat ondernemen, zeg maar. Ja. En zie je de top ook dan liggen? Of zit hij dan nog zo in de Het weer was toen eigenlijk zo dat je hem niet kon zien liggen. Ja. Nee, het was al erg bewolkt. En je kon eigenlijk al aanzien komen dat het weer gewoon slechter werd. Wat is slecht? Is er dan regen, storm, sneeuw? Het was vooral onweer. Onweer. Sneeuw, ja. We hadden eigenlijk die hele dag eigenlijk al sneeuw gehad. Hoe koud was het er? Ik schat dat het ongeveer een min 15, min 20 was. Ja. En dan hadden jullie wel een goede pakking en goede kleding? Ja. Daar hadden we wel en hebben jullie dan brillen op en zo? Ja. Of, want ook voor de zon eventueel, die hadden natuurlijk ook kunnen schermen. Je moet altijd een bril hebben, vooral voor de sneeuw. Ja. Zelfs als er geen zon schijnt. Ja, natuurlijk. Was zo fel aan de oren. Ja. En toen waren jullie daar en toen zijn jullie daar een aantal dagen gebleven op dat high camp? Nee, op dat high camp moet je eigenlijk zo kort mogelijk zijn. Waarom is dat dan? Ja, omdat je te hoog zit. Je kunt bijna niet meer eten. Je ademhaling is heel moeilijk, zoals er straks al gezegd is. Je hebt weinig zuurstof. Dat? Kun je niet meer eten? Waarom kun je dan niet eten? Je hebt bijna geen eetlust meer op die hoogte. Jee. Heeft ook te maken. Dus je moet eigenlijk zo snel mogelijk zorgen dat je daar weer weg bent. Ja. Dus zaak is het om aan te komen. Rust. Proberen te slapen, een beetje aan te sterken en dan 's nachts de toppoging doen en dan zo snel mogelijk weer naar beneden en wegwezen. Ja. Christian, was er ook speciale voeding daar in dat of heb je, want in het begin werd er gekookt, hè? Dan deden die mannen voor jullie koken, maar op een gegeven moment als je geen honger hebt, je moet toch je voedingsstoffen binnenkrijgen. Nou, op high camp kon ze ook nog wel koken hoor. Okay. Het duurt wel wat langer eer dat het allemaal kookt en klaar is. En dan is het ook minimaal, hè. Dus rijst en boontjes en zo. Je kunt daar geen biefstuk warm maken, dat werkt allemaal niet. Maar hebben jullie dan ook niet speciale voedingsmiddelen? Want dat zie ik dan wel eens met die hardlopers, hè. Die hebben allemaal van die zakjes die ze dan... Ziereepen, is dat dan? Nou, die hadden we ook mee. Ja, je kan je voorstellen, als je weinig honger hebt en je bent misschien een beetje misselijk van de hoogte, je mond is al wat droger, dat zo'n gelletje wat al zeg maar smerig is en plakt en moeilijk weg te krijgen is onder deze omstandigheden, dat eigenlijk ook niet echt een optie is. Dus je bent heel erg bezig met vloeibare dingen, dus je probeert, ik had bijvoorbeeld Fantomalt meegenomen, uiteindelijk eigenlijk niet heel veel van gebruikt, maar dat is, dat los je gewoon op in water, er zit heel veel voedingsstoffen in, daar kun je dus wel een groot deel van je voeding uit halen. Maar, en het water werd ook meegedragen of wisten die mannen precies waar ze het water uit zo'n berg konden halen? Of is dat niet zo? Sneeuwsmelten. Want je hebt daar geen lopend water. Ja. Het is allemaal bevroren. Hè? Ja. Goh, jezus, ja. Dus vanuit het hiken moeten ze een aantal honderden meter, of honderd overdreven, maar zeg maar 50-tal meters lopen om schone sneeuw. Ja. Want je moet dus niet de sneeuw pakken die in het kamp ligt, want daar plast en poept. Ja, ook weet, hoe gaat dat dan? Alles dat het heel klein is. Buiten, hè? Buiten. In je kou, ja. Dat is heel vlug. Heel vlug, plassen. En anders, de vriesdag als het eruit komt. Ja. En anders in een tent, hè, in een fles. Ja. En die fles die gooi je als je vol is leeg. In het slaapzak. Ja, maar ja, in het slaapzak. Ja. Maar ja, we hebben heel vies onderwerp, ik wil het toch weten. En poepen. Ja, buiten. En op de wat lagere kampen maken ze dan een gat in de grond en dan zetten ze een tentje op. Dus dan heb je toch wel wat privacy. Maar op high camp
Nee hoor, dan moet je op die richtel van 20 meter moet je maar eens iets gaan zoeken. Daar staat niks, daar ligt niks, er staat geen boompje in je rots. Ja. Ja, en als je moet, dan moet het dus. Ja. Ja. Ja, en dan lagen er al meer, dus wat dat betreft. Moet toch? En de vriestof. En de vriestof. De vriestof stinkt helemaal niet meer. Zo hoog is, er zijn toch geen bacteriën meer daarboven. Nee. De vriestof is... Want is daar is ook helemaal geen leven verder daar op zo'n berg zo hoog. Nee, er zal best wel leven zijn, maar af en toe zie je een keer een vogeltje, hebben we op iCamps ook nog wel een keer een vogeltje, maar dat was dan ook het, zeg maar. Ja, want zijn jullie ook dieren onderweg tegengekomen op zo'n berg? Nee, in de jungle. Eigenlijk heel weinig. Nee, in de jungle maar weinig vogeltjes. Want je zou zeggen, misschien een arend of een, maar ja, die hebben ze zeiden toch ook dat daar op de gedeelte waar we ook zouden lopen, ook tijgers of zo en beren zouden er wel moeten leven. We zijn door een bos gekomen waar in andere gedeelten van het jaar wel tijgers en andere dieren leefden. Maar die zaten nu eigenlijk in een soort winterslaap. Oké, dus zo vroeg waren jullie dan in het seizoen dat ze eigenlijk nog niet waren? We liepen daar gewoon door de sneeuw, ja. We liepen daar toen. Dat gedeelte. Had ook een van die gidsen dan iets bij van voor het geval dat? Nee, had geen geweer bij hem of zo. Nee. Dus, nee. Er kwamen wel sporen tegen ook van dieren, wat hij aangaf. Oké. Dus s'nachts waren ze toch nog wel... Ja, op de Kilimanjaro, daar liep wel iemand mee. Nee, maar hij had wel een keer wel sporen gevonden. Dat zei van, dit is... Ja, Snow Leopard, sneeuwlaar. Vertel me, Mark, wanneer was jouw breekpunt? Ik heb een aantal moeilijke dagen gehad, zeg maar. Maar het echte breekpunt was voor mij ook hiken. Ik ben dan eigenlijk ook midden in de nacht, zeg maar. Op het moment dat je je gaat klaarmaken om de toppoging te ontnemen. Dan kom je eigenlijk uit je slaapzakje midden in de nacht en dan... Moet je sneeuw je schoenen aan gaan trekken en toen was het eigenlijk van... Ik was eigenlijk van het, nou ja, ik, kan niet, ik was eigenlijk van het pasje op, maar ik kon niet helder meer denken, je bewustzijnniveau. Ik kan misschien een Ruud het best vertellen, ja, dus je zat bij hem in het in het zat je met schoenen tegen? Vertel eens Ruud, want dat willen we wel weten. Hij wist niet meer waar zijn schoenen waren, hij wist niks meer. Toen hij wakker werd dus? Ja. Jezus, dus dat was heftig, was, hè? Ja, dat was lastig, want hij wou allemaal mee. Nou, we waren allemaal een uur tijdens bij je aan te kleden. Wist je nog wel dat je Mark heette? Dat wist ik. Oh, ik ben er niet aan. Maar, oh, Ruud, ja. Wat dacht jij toen hij zo raar reageerde? Toen hij allemaal bezig was met aan te kleden, toen merkte ik wel van, hij gaat hem niet horen. Nee, je had hem wel in de gaten. Ja, hij denkt, nee, want hij was dingen aan het zoeken en zijn rugzak en het was dat er helemaal niet lag. En, dus het pand op, ik had gezegd van toen zei ik zelf van, ik denk dat ik beter hier kan blijven. En toen ben ik maar weer in mijn slaapzak gaan liggen, ogen dicht en zoek het maar uit. Ja, hoe was dat voor jou? Want dan hun gaan, hè? Want Ruud en Jan, dan wil ik daar even weten. Jullie hebben een poging gedaan, hè? Ja. Maar jij bleef daar achter in die slaapzak, dan lig je daar. Ja, toen was ik voor me ook vrij snel vertrokken. Ik had sowieso de fut niet meer, zeg maar, om iets te doen. Dus je bent dan vrij snel weg, maar... Het ging mij eigenlijk ook om de tocht, zeg maar. Ik bedoel, was je niet verdrietig? Of, ik zou... Nee, eigenlijk helemaal niet, zeg maar. Ik zie het eigenlijk als kerst op de slagroomtaart. Ja, dan heb je een hele mooie slagroomtaart. Alleen ja, dat kerstje niet. Maar dat wil niet zeggen dat de taart niet mooi is. Hè. Nee, ja. En ook niet lekker smaakt. Ja, daarom. Dus het was een fantastische tocht. En alleen ja, de laatste paar honderd meter niet. Ik vind het prima. Ja, nou verstandig. Het is de kunst, hè? Nee, dat had ik niet gegaan. Dat had ik niet gegaan. Dus sowieso niet. Maar, nee, het maakt me ook eigenlijk niet veel uit. Ja. Ja. En Ruud, jij was wel helder toen je 's morgens wakker werd. Vrij helder. Jij dacht, hé, hier staat mijn ene schoen en daar staat mijn andere schoen en dat is mijn rugzak. Maar je moet je voorstellen, ik ben een aantal uur bezig om mij aan te kleden. Ja. Ja, echt, ik kan me dat ook niet voorstellen. Omdat je dan zo moe bent, of... Het duurt allemaal zo lang. Je kunt je schoenen bijna niet aankrijgen, je kunt je veters niet aantrekken. En dat is puur door het zuurstof. Ja. Dan kun je ook niet helder denken. Je denkt ook heel traag. Ja. Dan denk je van nou zal ik mijn schoenen eens aan gaan trekken. En dan 5 minuten later, dan zal ik mijn schoenen eens gaan pakken. En zo gaat het, hè? Ja. Het zou eigenlijk wel eens heel goed zijn voor heel veel mensen, dat ze wat meer uit hun hoofd konden zijn, hè? Want die waren zo gek van al die verhalen, dat ze gewoon kunnen denken, oké. Ik denk dat ik naar de wc moet. Zo gaat het echt. Alles gaat echt heel traag. Alles loopt op stroom. Ja. Ja. Ik heb wel een sudoku zitten maken. Die ik hier in 10 minuten, kwartiertje en op de berg gewoon niet opgelost krijg. Krijg ze niet opgelost. Heel vreemd. Goh. Het lijkt me ook wel een hele maffe ervaring. Hè? Ja.
Je doet ook dingen op instinct. Ja. Maar dat is natuurlijk ook deel wat het gevaar kan zijn. Mm-hmm. Kijk, en dan zitten wij op 6000 meter, maar je kunt ook naar 8000 meter. Dat is nog erger. Ja, want hoe hoog was die top, die wandstand? 5600. Oh. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Ja, je kunt ook op de Everest gaan naar 8000 meter. Dan kun je helemaal niet meer, dan kun je zelfs niet langer dan 24 uur leven, ja, zeggen ze. Ja, dat is ook niet normaal. Nee. Het moet ook wel leuk blijven, toch? Ja, ja, ja. Ook voor jullie vrouwen. Ja. Precies. Die thuis zitten, dan denken ze van, hè, toch? Zal er mee. Maar, nou, Jan en Ruud gingen naar de top. Ja. Die waren helder, die kregen de schoenen aan, Jan, jij ook? Ja, wij dachten dat we het inderdaad nog wel zouden kunnen, dus... het was heel zeker weer. Proberen. We waren wel niet de jongste, maar toch. Op dat moment waren jullie, ja. Voelden wij ons nog redelijk jong. Ja. Dus wij zijn gewoon... Gestart. Met twee gidsen. Samen met twee gidsen. En ja, we begonnen eigenlijk al in de sneeuw naar boven te lopen. En het was koud. En het was redelijk steil. En ja, na een uurtje, anderhalf uurtje, bleef het maar sneeuwen. Het begon eigenlijk steeds harder te sneeuwen ook. En toen begon het ook te onweren. Ja, en toen begon het te onweren. In eerste instantie dachten we, nou, het valt misschien nog wel mee, maar het werd steeds erger. En toen zei je op een gegeven moment de gidsen van... dit kan niet. Ik ga niet verder. Want je kon nergens schuilen. En dan ben je echt een doelwit eigenlijk, hè, voor zo'n bliksem. Ja, en ook met je stokken natuurlijk. Oh. Dus toen moesten we omdraaien. Ja. Toen was weer een heel stuk teruglopen. Ja, want hoeveel het was? Ja, nog heel moe. Hey, maar dat was eigenlijk al een ongeveer kleine 500 meter vanaf daar. Ja, van daar af nog 300, denk ik. Maar ongeveer 300 meter of zo'n hoogte. Kost je 6 uur of zo, 7 uur als het een beetje goed gaat. Ja, want hoe gaat dat dan? Er is geen weg. Je klimt dan. Nee, je gaat als het ware een beetje zo. Hè? Je probeert een beetje een pad te zoeken, want het is natuurlijk vol met sneeuw, dus je hebt geen pad. Dus die gids die probeert dan met prikken. Voorop probeert hij een pad te vinden. Dus om dus gletsjerspleten te ontwijken. Ja. Want die zie je dus niet, want er ligt sneeuw overheen. Dus je weet eigenlijk ook niet, kan zijn dat je denkt van nou, je kan een voet neerzetten. Je zet je voet neer en er zit een spleet van 3 meter en je dondert een paar honderd meter naar beneden. Dat kan. En daarom prikken ze dus continu. Ja. En als er geen sneeuw ligt, of minder sneeuw ligt, dan hebben ze bepaalde stokken. Zeg maar, die geven een veilige route aan. Als je van stok naar stok loopt, dan weet je dat je de gletsjerspleten ontwijkt. Want dat is eigenlijk het grootste gevaar, die spleten van die gletsjer. Ja. Daar kun je echt... Hoe was dat, dat jullie terug moesten? Kwam je in de weerstand of dacht je van, gelukkig, we moeten toch? Nou, op een gegeven moment hadden we wel het idee van, of tenminste, ik had in ieder geval het idee van, nou, ik ga het toch niet halen. Nee? Jij voelde wel ik aan jou? Ik voelde jou... wel aan dat als ik nog 6 uur verder moest, dan... Want je moet ook terug, ook zeker nog, niet onder die omstandigheden. Nee, Ruud, en jij? Nou, ik heb met mijn eigen afgesproken. Ik loop in ieder geval net zolang het weer licht wordt. Ja, want jullie zijn in het donker vertrokken. Ja, zijn donker vertrokken. Hoe laat is het dan? S'morgens vroeg? 1 uur? Zoiets. Dus s'nachts? 2 uur vertrokken. S'nachts? Oké. En ik denk ongeveer 5 uur, 4:30 licht werd, hè. Want ik moest. Ja, 4:30 is heel vroeg. Ja, dat is heel vroeg. Dus ik had wel het idee van, nou, ik loop tot licht. En ik ga een keer pauze houden en dan kijken we wel. En toen hadden jullie al besloten van, nee, we lopen. Want wanneer is die beslissing? Toen was het nog donker? Of? Ja, toen begon de bliksem. Toen begon de onweer, hoefden we er niet meer over na te denken. Nee. Toen werden we gewoon, maar toen was het nog donker? Toen was het nog donker, ja. Oké, okay, en jullie zijn toen omgedraaid? Ja. Dus toen we terug waren, was het ongeveer weer licht. Ja. En wij weten hoe dan? Kom, we duiken maar weer in onze slaapzak. Ja, toen zijn we inderdaad even gaan slapen, maar toen zijn we eigenlijk al 's morgens redelijk vroeg weer teruggegaan. Ja. Dus we hadden maar een korte nacht. Ja. Goh, ja, dat is ook nog. Nou, Mark moest naar beneden. En toen moesten we Mark naar beneden. Ik had geen energie meer eigenlijk om Als we hem door de nacht kunnen proberen. Ja, en hoezo, Mark? Jij was helemaal... Ik had helemaal geen energie meer, zeg maar. Het was echt niet van, je hebt weinig energie. Als je weinig energie hebt, dan kun je nog wel iets zeggen. Ja, een beetje wilskracht, maar ik had eigenlijk helemaal geen energie meer. Echt hoogteziekte verschijnselen. Ja. Het de nawee van de hoogteziekte. En het helder denken was nog steeds niet terug.
Nou, dat was wel terug. Oké. Okay. Ja, maar niet op het hiken zelf wel. Is dat deze wel een paar honderd meter dalen, zeg maar. Want op een gegeven moment zijn wij voor jullie uit gaan lopen. En toen was je nog niet. De energie is pas zeg maar zo ver op, ja, je vindt er dan nog niks meer aan, zeg maar. Nee. De lol is er dan helemaal vanaf. Ja. Ja. Want wat ik me ook afvraag is een van jullie ook down geworden? Een beetje depri en. Nee. Zullen ze allemaal van die vrolijke, stoere. Nee, ik ben er niet depressief als je het niet voor. Positief, ja. Nee. Want je moet wel het ook een keer tegenkomen, emotioneel. Want ik bedoel. Dat je dan geen energie hebt en... Ja, nee, maar ik had op een gegeven moment de keuze gemaakt om te draaien. Nou, dan lucht hij alleen maar op. Ja, ik zie het prima. Ja. Je maakt die keuze. Het is wel leuk, die nuchterheid van jou. Ja, het is wat het is, doei. Ja, maar je maakt die keuze ook niet van, ik ben moe, ik draai om. Nee. Ik bedoel, Frans heeft zich al langer minder goed gevoeld, dus je hebt er al langer over nagedacht. En op een gegeven moment kom je op een punt dat je denkt van, ik moet dit niet doen. Ik moet gewoon stoppen, hè? En, ik moet gewoon, en dan heb je die beslissing al genomen en dan is, moet je denk ik niet... Maar dan, tenminste, dat vind ik aan mijn hart lopen als dan iets gaat, dan, voordat je dan zegt, ik stop ermee, gaat niet meer. Je hebt van tevoren even die tweestrijd, hè? Mm-hmm. Ja, maar dan ben je al een halve dag een beetje mee bezig, dan nog een nacht, hè? Ja. Toen was het 's ochtends niet beter, denk ik, het is klaar. Dan gaat het niet worden. Nee. Wat ik ook nog even wil weten is, Christian, wat heeft het jou nou opgeleverd? 2 ton? Ja. Ja, ik ben ook toch wel een hele leuke herinnering, zonder meer. En ook Kathmandu is wel een openbaring. Want zo'n vieze stad heb ik nog nooit gezien. Ja, serieus? Ja, zo vies. Ja, we hebben ook gezegd van, we gaan naar Kathmandu en we gaan zo snel mogelijk naar boven, van de wandel. Want in Kathmandu, daar loop je zeker iets op. Diarree of zo, of wat dan ook. Dat zijn wij helemaal niet gewend. Nee. Dus dat was wel een van de meeste herinneringen die mij van Kathmandu bijblijft. Ja. Ja. Op zich wel een mooie stad en zeker de omgeving ook wel. Maar ontzettend vies. Ik kon aan jou, maar wat heeft jou nou opgeleverd? Ja, een rijke ervaring, denk ik. Sowieso was het natuurlijk voor mij de eerste keer zo hoog. Ik bedoel, ze hebben allemaal een aantal ervaringen erop zitten, zeg maar, ook op zo'n lange tocht, zo extreem. Voor mij was het echt compleet nieuw. 8 dagen Alpen. In een hut, zeg maar, waar je gewoon internet hebt en waar een keuken zo groot is als gewoon in een hotel. En ik bedoel, dat is natuurlijk heel anders als dat je nou in Nepal in een tentje moet slapen, inderdaad. En in een compleet andere cultuur bent, want in de Alpen zit je eigenlijk nog in vrijwel jezelfde cultuur. Dus een hele rijke ervaring. En nu was mijn pa nog fris genoeg en jong genoeg, misschien over 4 jaar ook nog. Neem ze niet meer van jullie af. Nee, precies. Want ik denk dat is die toch... Die je toch wel in je rugzakje mooi mee kan nemen. Hè? Ja, absoluut. Mooi cadeautje. Ja, absoluut. Ja, ja. Voor jezelf. Voor mezelf. Wat jezelf. Voor ons allebei. Ja, voor jullie allebei sowieso. Ja, echt wel. Ja. Leuk. Jan, en jij? Wat heeft het jou opgeleverd? Want jij bent ook altijd zo'n actief mannetje met allerlei uitdagingen. Ja, voor mij was het natuurlijk ook een hele mooie reis. Alleen ja, ik maak wel meer reizen in mijn leven, dus maar in de Himalaya was ik nog nooit geweest, dus dat was voor mij ook wel een nieuwe ervaring. Hele mooie plekken heb ik gezien weer. We hebben nog een hele hoop tempels bezocht, waar ik dan weer wat minder mee had. In andere landen wel gezien had, maar op zich... Je bent meer actieve kop, we gaan ervoor dan de cultuur. Nou, ik probeer dan altijd toch weer wat nieuwe dingen te ontdekken die ik nog nooit gezien heb, maar... Ja, dat was daar niet zo. Nee. Tenminste wat dat betreft konden we dat daar niet vinden. Maar ik moet zeggen dat de reis aan zich en ook de ervaring met de jongens, het afzien in het... Mooie kameraden onder elkaar geweest. En ik moet zeggen, we hebben ook geen enkel probleem gehad met elkaar. Nee, en dat leuk. Is natuurlijk heel goed als je met 6 man 3 weken met elkaar optrekt en nooit 1 verkeerd woord valt, is dat ook wel een mooie ervaring. Ja. Nou, moet ook kunnen. Hè. We hebben Mark ook geholpen. Hè. Mark kwam ook vanaf Highcamp niet alleen naar beneden. Hè. Nee. Ruud heeft hem ondersteund samen met de gids. Colin en ik zijn voorop gelopen om te zorgen dat hij meteen naar bed kon. Om te zorgen dat alles klaar was. Ja, goed, daar hoort erbij. Ja.
Verschuldigd, hè? Dat is ook de stille afspraak die je maakt. Ik als het andersom was gebeurd, had ik het ook prettig gevonden dat ze mij niet achterlaten om te werken. Nee, dat zal niet gebeuren. Nee, je weet dat je nooit alleen moet gaan, hè? Nee. Dat zien we weer. Je hebt elkaar nodig. Ja. Dus, ja. Of eigenlijk met goede vrienden gaan. Ik denk als je met wildvreemden gaat, ja, dan is het veel moeilijker om jezelf op de zaak op te offeren, zeg maar, voor een ander. En met een vriendengroep is, ja, je helpt je vrienden. Ja. Je vrienden gaan boven alles. Ja. Je begint gezamenlijk aan iets. Ja. Ja. Je maakt het ook gezamenlijk af. Ja. Hé, hey Mark, even jou de vraag. Wat heeft het jou nou opgeleverd? Een fantastische reis. Een hele bijzondere manier van inspanning leveren. Mm-hmm. Op een hele andere manier als in het Westen voor mij. Ja. Lekker, hoofdleeg. Ja, hoofdleeg, ja. Dat is ook wel heel fijn. Bijzonder. Een mooie omgeving, zeg maar. Mooie energieën, heel vredig. Heel prachtig, Dankjewel. Oh, vredig? Nee, was het niet vredig? Vertel eens. Nou, goed, er liggen regelmatig mensen door dood, hè. Dat weet ik niet, hè. Nee, dat is niet vredig. En dat is bij die lijfverbranding, dat wel heel apart, zo, hè. Hoezo, als iemand daar sterft, bedoel je? Die verbranden ze daar, hè? Ja, dat is wel openbaar, hè? Ja, openbaar. Dan sta je gewoon bij te kijken. Ja. En heb je het ook gezien? Ja. Oké. Zijn voeten staken of de rat. Ja, dat is wel heel apart. Je ziet gewoon, dan liggen ze daar op een bedje neer, zeg maar. Het gaat de brand gaat erin. De takken erop. Ja. Wat is daar voor geloof dan? Het hindoeïsme, is dat die daar verbrandt? Ja. Die doet dat toch, hè? Het hindoeïsme, hè? Die verbranden hun lijken. En daarna vegen ze de resten vegen ze dan in de rivier, zeg maar, en dat is dan weer een aftakking van de Gangesrivier, dat is de Heilige Rivier. Heilige rivier. Dus, en dan tegelijkertijd als dat ze het erin vegen, lopen er weer sloepertjes door die rivier te zoeken naar gouden tanden, gouden ringen, gouden rollen. En dat vinden ze allemaal goed. Maar daar mag ook eigenlijk is er ook niks mis mee. Het is natuurlijk het verhaal waar wij maken. Een beetje liguber. Ruud. Vertel eens, wat heeft het jou opgeleverd? Ja, dat is een hele mooie ervaring. Ik vind de Himalaya als gebergte heel mooi. Hè. Kijk, het is hoog. Dat lijkt me ook zo indrukwekkend. En goed, de tocht op zich, hè, met z'n 6 van nemen, het plannen van te vuren. Negen maanden zoiets. Je werkt eerst naartoe, een keer met elkaar komen op. Dingen af te spreken en zo, wereld gebeuren. Leuk. Ja, je hebt ook echt een verbinding dan met elkaar, hè? Ja, als je zo'n project begint, hè? Ja, dat begint al lang van tevoren. Ja, leuk is dat. Frans, voor jou? Wat heeft het jou opgeleverd? Ja, het was een hele leuke, mooie trip. Een echte combinatie van de fysieke inspanning die je daar op hoogte doet, maar ook zeker een stukje cultuur waar je daarbij meepikt. Het is een heel andere wereld en het gaat allemaal een beetje rustiger en maar ook die oude tempels, dat vind ik dan weer wel mooi. Ik hoef er geen 20 te zien. Maar dat is Bhaktapur, dat was een hele mooie oude stad. En daar zijn we dan ook nog geweest. En Patan, dat zijn ook een van die oude tempels. Hadden jullie dat ook bij jullie reis ingepland? Dat hebben we daar een beetje geregeld nog. Okay, die organisatie hebben toen een busje, en zijn met een busje nog een paar dagen rondgegaan. Dan kun je ook zeggen, ik heb iets van Nepal gezien. Die combinatie die vond ik wel goed. En ik kwam er heel goed van terug. Ik voelde me eigenlijk topfit toen ik weer thuis was. Ja? Met een goed gevoel? Ja, ik was fysiek ook fit. Ik had er wel verschillende weken last van. Waar voel je dan? Vermoeid. Vermoeid? Toch wel. Maar slag die wordt niet rustig. Dus echt hartklopping of zo? Nee, geen hartklopping, maar aan de maal gesproken, als je in rust bent, en dan ligt je hartslag 10 slagen hoger. Ja. Je merkt gewoon dat je lichaam eigenlijk nog steeds aan het herstellen is van de inspanning daar. Ja. Ben je dan ook wat meer opgefokter? Nee. Dat niet. Het is gewoon meer echt wat je zelf voelt aan je lijf. Ik werk dan als sportinstructeur, dus ik kwam terug en 3 dagen later moest ik komen aan het werk. Dat je merkt, zeg maar, tijdens het geven van je lessen, tijdens het geven van je trainingen, dat je verwacht dat je meer kan, want ze zeggen van je komt van hoogte af, dus ben je op landniveau kun je meer, want je rode bloedcellen zijn verhoogd, maar ik moet zeggen, ik heb niet gemerkt dat ik meer kon. Ik had eigenlijk meer zoiets van, ik kan eigenlijk minder. Ik zie me op de race fietsen en het ging allemaal niet lekker. Ik had dat na Argentinië niet, maar ik had dat deze keer wel. Maar ik denk dat het voor ons ook anders is natuurlijk. Hè. Een sportman die gaat sporten op hoogte, die rust veel meer als wat wij hebben gedaan. Die heeft veel betere voeding als wat wij hebben gedaan. Ja.
Wij zijn 8 tot 9 uur per dag zo'n beetje in touw geweest. Ja. Je slaapt op een dun matrasje. Ja. Valt 6-7 kilo af. Ja. Ja. Dus voor ons heeft het denk ik juist een averechtse werking. Ja. Op hoogte zijn. Ja, maar toen ik Afrika terug kwam, toen haak ik helemaal niet. Ja, maar toen hebben we nog een week denk ik een beetje geacclimatiseerd. Ja. We zijn nu van hoogte vrij snel naar Kathmandu gegaan. Ja. Nog 3 dagen daar geweest en naar huis. Ja. Het is een snel reisje geweest, voor zo'n tocht, hè? In die 3 dagen dat je in Kathmandu bent geweest, hebben we natuurlijk heel veel gezien. We continu weer bezig geweest. Ja, ja. Echt, ja, ja. Het is niet dat je zegt van ik heb even lekker naar de zwembad gegaan. Ja, ja. Wat ik ook nog las, ik heb hier ook trouwens, wil ik ook even zeggen, een heel mooi verslag. Mark, heb jij geschreven? Heb ik geschreven. Vertel eens, want het is eigenlijk wel heel leuk om te zien. Van, heb je iedere dag, heb je zitten schrijven of hoe heb je dit gedaan? Ik ben heel netjes begonnen met iedere dag inderdaad in een boekje een stukje opschrijven over die dag. Maar daar ben ik eigenlijk op een gegeven moment rond de 5000 meter mee gestopt, want dan heb je zo weinig energie en ook niet meer eigenlijk de fut om dat netjes bij te houden. Dus en het denken gaat langzamer. Alles gaat langzamer en het schrijven ook niet meer. Dus het laatste stuk is een deel uit het hoofd en een deel op basis van nog wat aantekeningen van Christian. Christian heeft nog wel een aantal steekwoorden opgeschreven. Eigenlijk van de laatste dagen en op basis van het geheugen. En Christian zijn boekje heb ik toch ook de laatste week zeg maar in het verslag kunnen verwerken. Ja. Ja, dat is wel leuk, want dat is zeker iets voor later. Om eens nog eens op terug te lezen. Ja, want er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die je toch gaat vergeten. En Christian heeft nog straks een prachtige film voor ons in petto. Dat je met foto's, verhalen, films. Ja. Mooie herinnering van later. Ja. Zo is het. Ik zag ook nog dat er een vliegtuig neergestort was. Vertel, wie wil dat vertellen? Wat is er gebeurd? Is jullie vliegtuig neergestort of is er een ander vliegtuigje neergestort, of wat? Nou, Frans? Nee, het is het vliegtuig waar wij van Kathmandu in een Lukla gevlogen zijn. Dat is gelukkig allemaal goed gegaan. Maar op een andere locatie is in de tijd dat wij daar waren, is die neergestort. Het vliegtuig was eigenlijk op weg naar ons, om ons op te halen. Ja. Alleen hij moest nog even een vrachtje doen naar Johnson. Ja. Zie je het hier ook in de krant staan. En op weg daar naartoe heeft hij inderdaad een probleem gekregen met de motor. En is toen tegen een berg aangecrasht en neergestort. En toen zijn er inderdaad van de, ik geloof van de 22 of zo. 21 mensen zijn er 15 doden. Ja. Ja, dat vliegtuig was dus eigenlijk voor ons bedoeld. Dus wij stonden daarop te wachten en hij kwam er niet. Hij kwam er niet en uiteindelijk kwamen er allerlei berichtjes binnen via sms en via... Ja. Gids rende heen en weer. Telefoontje kreeg onze gids op een gegeven moment en toen kwam langzaam door dat vliegtuig neergestort was. En toen zijn we dus nog een dag extra in Lukla moeten blijven. Maar dat vonden we allemaal niet erg. Hoezo? Dat je er, Ja, luister, als vliegtuig bij ons was geweest en op de terugweg van Lukla naar Kathmandu moet het vliegtuigje een pas over van volgens mij iets 4500 meter hoogte. Ja. En die vliegtuigjes die kunnen dat net aan. Ja, dat is toch echt gek. Ja, dus stel dat vliegtuig bij ons was geweest met al een half bakken motor. Ja. En hij moet over 4500 meter. Ja, dan was het net niet. misschien. Ja, maar goed, dan liever een dag langer wachten en een 100% vliegtuigje. Hij gaat er geen mol meer overheen. Vlak overheen. Ja. Er zijn al meer ongelukken mee gebeurd. Hier staat een opzomming en een paar maanden terug is er weer op dezelfde plek in. En in Kathmandu zelf werd vorige maand een vogel in de motor, zeg maar. Maar ja, toen wij moesten landen, liep er ook weer zo'n groep bavianen over die startbaan. Die was aan het wegjagen. Ja. En mensen, moet ik maar eens kijken op YouTube. Er staat een mooie filmpjes van het vliegveld van Lukla. Okay. En je ziet hoe kort het eigenlijk maar is. Heel korte landing kan. Je kunt alleen maar hele kleine vliegtuigjes landen. Ja. Dan staan her en der ook gedenktekens waarbij het dus misgegaan is. Vliegtuigen die neergestort zijn. Ik vond de cockpit zo. Ja, want hij gooit hem erop. En op het moment dat hij landt, moet hij hem ook eigenlijk gooit hij hem op. Hij loopt zo op. Dus omdat hij dan sneller af. En hij gooit hem eigenlijk al in zijn achteruit voordat hij met zijn wiel op de banden gaat. Hij kan niet in zijn achteruit. Bewijs van. Niet in de reverse, hij kan alleen heel hard remmen, bas op de grond. Dus vol op de rem. Ja. Vol in de rem, ja. We kunnen maar zien naar het cockpit. Dit is landingbaantje.
Heel kort baantje. Ach, wat een kort ding. Denk 400-500 meter. Hooguit, denk ik. Is extra. Ja. Zoiets. En dan houdt het echt op. Dus het is gewoon echt bad. Hmm. Met de landingen zijn er kleine vliegtuigen. Zijn met En dan komen 20 mensen in zo'n vliegtuigje. Ja. 20 mensen en dan een piloot en nog een piloot en een stewardess. Ja, oké. En het vliegtuig wat hier op die foto staat, daar zijn wij ook mee heen gegaan. Dat is dit vliegtuig. En dat is nu weer neergestort. Hetzelfde vliegtuig. Precies hetzelfde vliegtuig. Hey, en jullie weten wel, die vrouwen van jullie die worden toch ook niet echt vrolijk van jullie wilde avonturen. Want ik bedoel, waren die allemaal thuis of zijn er ook vrouwen meegegaan naar toe? Nee, die bleven thuis. Die en, mee, nee, maar die, het is toch even spannend geweest, want die horen natuurlijk. Maar die wisten al snel dat het ergens anders was. Die wisten veel eerder dat het ongeluk gebeurd was als wij. Ja, maar dan is dat voor hun toch even heel spannend geweest. Ja, we hadden gezien dat het op een andere plek was dan waar wij waren. Dus, ja, die waren wel goed. Was buiten ons programma, dus die waren al snel gerustgesteld. Ruud, vertel eens, is er nog iets bijzonders gebeurd wat je nog wilt vertellen? Nou, toen wij de prijzen gingen bezoeken in de Keppels, was op die dag was de Nationale Stakingsdag. In Nepal? In Nepal. Okay. Ja, en ik had mijn doel, dus je moet van checkpoint naar checkpoint. En elk checkpoint, daar stonden betogers en daar stonden politie. En daar stonden betogers en daar stonden politie. En die betogers liepen allemaal plastic zakken vol met grote stenen. Politie met geweren. Ja, politie. Helemaal uitrusting. We hadden al 4.000-5.000 politieagenten hebben gezien. En dan is het in Nepal zo dat je... Dan start er mee. Iedereen start mee. Ja? Als je dat niet doet, Je mag niet rijden. Je mag niet met de auto, met de motor. Dus we hebben het ook gezien op de terugweg dat ze bij iemand die dus wel op de motor aan het rijden was, gewoon hop, motor aan de kant. Dus het is niet gewelddadig, maar het is gewoon motor aan de kant. Ja. Ze pakken zijn sleuteltje af, daar gaat nergens meer heen. Tot die staken voorbij. Dus je staken wel mee of je het wil of niet. Ja. Alleen de busjes met een groen kenteken. Met toeristen. Met toeristen, die mochten door. Die mochten Dus wij zijn een toeristenbusje en we werden overal erin geslagen. Waarom was de staking dan? Waarom was die dan? Waarom? Ja, dat zo'n saamhorigheid is dat iedereen mee moet doen. Het ging over het feit dat ze van één Nepal, wouden ze eigenlijk 15 provincies, substaties gaan maken, zeg maar, eigenlijk net zoals wat wij in Nederland hebben. Dus met provinciale staten en zo, en daar waren ze tegen. En er is daar een heel hoop gedoe rondom de regering, omdat 12 of 15 jaar geleden volgens mij, ik weet niet precies welk jaar dat is geweest, is de koning vermoord, heel de koninklijke familie vermoord in het paleis. En daarnaast de regering geworden, alleen er is nog steeds geen echte grondwet, zeg maar. Dus het is allemaal een beetje puinhoop. En daar zijn ze een beetje klaar mee. Ja, kan me voorstellen, Nou, ik vond het een heel interessant verhaal en een heel leuke reis. Dankjewel voor dit gesprek allemaal. Graag, alsjeblieft. En heel veel succes met de volgende reis. Ja, zijn er wat plannen? Heeft iemand al iets? Nou, ik heb wel plannen, Vertel eens. Ik wil nog wel pakken, zeg. Ja. Maar ook weer zo'n soort reis, een wandeling. Ja, nou, in de Caucasus ligt... In de? Caucasus. Ligt de Elbrus. Ja. Jee, waarom ga ik hier iets warms op zoeken? Ik heb ook gezegd, ik ga niet meer mee. Nee? Ik heb er een punt achter gezet. Ik weet niet hoe dat kwartje gaat rollen, maar ik ben erbij. Zeg nooit, maar voorlopig blijf ik toch nog even bij het standpunt. Ik wil wel een extreme tocht doen, maar ik wil niet meer de hoogte in. Nee. Daar heb ik eigenlijk wel voor gezien. Zo een beetje klaar. Drie keer geprobeerd, één keer gehaald. Ik vind het mooi geweest. Mm-hmm. Er zijn nog andere leuke dingen om toch extreem iets te doen. Is ook. Ik zou ook graag wel wat meer... willen gaan klimmen. Toevallig doet een andere vriend van mij dat wel, zeg maar. Dus misschien dat ik een keer ook nog echt wat meer technisch ga klimmen, zeg maar. Ja, leuk. Dat mag hij niet van mij. Van ons. Nou, daar horen we dan wel weer. Gelukkig ben ik 27. Hey, bedankt allemaal voor het gesprek. Ik blijf jullie volgen. Dus wie weet zitten we over een aantal jaren bij iemand anders aan de keukentafel met een... Russisch verhaal, of Afrikaans verhaal, of diepzeeduiken. Ik ben overal van in. Okay. Dankjewel voor dit gesprek. Alsjeblieft.